Nou, wat doe jij nou? Begon Jo zo... Killing with kindness. Ik zei, wat zijn jullie allemaal doen? Toen zei mijn vader, die komt echt uit Zandvoort. We zijn aan het wippen. Ik zou deze microfoon helemaal in je huig willen duwen. Nee, dat heb ik niet. Ik raak dan in stress van... Ja, ik kan er gewoon... En op een gegeven moment pakten ze ook mijn handen. Deden we die tegen elkaar. En toen zei ze, Jezus, wat heb jij grote handen. Joe, Kia Niels Hero. Mam, ik moet echt eventjes mijn hart bij je luchten. Dat kan natuurlijk altijd, lieverd. Mijn hart staat altijd open voor jou. Dat is geheel wederzijds. Alles open bespreken is een must bij ons. Inderdaad, met deze moeder en dochter podcast zetten wij ook ons hart open voor jou. Nou, even een theetje doen en praten met ons harde bek. Ja, maar dan wel met takkenthee erbij, hè? Tuurlijk. Goedemiddag. Nee, weer. Wat nou goedemiddag. Niks, geen goedemiddag. Hallo jongens. Welkom bij een nieuwe aflevering. We moeten er eventjes in. We zitten er even niet in of zo. Ja, dat komt omdat we er vanmorgen heen hebben opgenomen. En tussendoor moesten we allerlei andere dingen doen. Ik had een afspraak. Ik moest even de pedicure. En nu zitten we weer, omgekleed en wel, met een tussendoortje en gegeten en wel. En een lotuskoekje. En een lotuskoekje. En nu moeten we gewoon weer even inkomen. Ja, nou, hey, dat kan gebeuren, hè? Ja, judge hallo. Niet. Hey. Even calm down. Ja, gewoon eventjes. Maar hoe gaat het nou echt met je? Als mensen dat vragen, dan maken ze zich zorgen, hè? Ja, ik maak me ook wel zorgen. Oh, ja. Waarom? Nou... Oh, nou krijgen we het. Je bent zo moe. Ik ben niet moe. Ik ben moeder. Moeder. Ja, het heet niets voor niets moeder. Ja, hier komt hij inderdaad, ja. Ik ben gewoon jouw mama. Jij bent gewoon fulltime mama. Ja. Dat is waar. En dat vind ik niet vermoeiend, hoor. Nee, jij krijgt er wel energie. Ik vind jou wel vermoeiend, maar ik vind het op zich niet vermoeiend. Ik ben de minst vermoeiende persoon in dit huis met papa. Oké, misschien wel. Ik ben wel vermoeiend, hè? Ja, maar jij bent ook vermoeiend, hoor. Oh, vertel mij. Brand los. Ja, eigenlijk toch niet. Toch niet? Nee. Ben je een beetje wispelturig? Misschien. Ja, nou, dat kan ook, hè? Ja. Ik vind Ruby vermoeiend. Nee, grapje. Ach, gosje. Roepje, als je luistert. I love you. Ja, wij houden van je. Je bent niet vermoeiend. Nee hoor, je bent echt een kutkind, maar op zich verder niet vermoeiend. Iedereen is soms even kut, toch? Ja, wij doen allemaal wel eens kut. Vooral vrouwen, met die hormonen. Ja. Ja. Mm-hmm. Is niet leuk. Nee. Zullen we naar het hart toch toe gaan? Ja. Oké. Okay. Hey Kia en Ilse, graag blijf ik anoniem. Ik merk dat ik best sadistisch kan zijn in het dagelijks leven en ook tijdens seks. Ik geniet bijvoorbeeld van filmpjes als mensen onhandig vallen of tijdens de seks om iemand fysiek pijn te doen. Oké. Ik vind het niet fijn dat ik deze gevoelens krijg als ik erover nadenk. Wat kan ik hiertegen doen? Nou, dit is inderdaad niet echt een goede eigenschap. Nee. Nou, ik zou ook anoniem willen blijven in dit verhaal. Mm-hmm. Nee, ja, jeetje. Is dat niet SM gewoon? Ja, nou, dan? Met seks inderdaad, maar sadistisch ook. Ja, nee, ik bedoel dus eigenlijk tijdens de seks. Ja, ook. Dat ook tijdens de seks, om iemand dus pijn te doen. Dus misschien met zijn zweepje slaan. Of gewoon echt harde tikken verkopen. Nou echt, als dat bij mij gebeurt, dan krijgt diegene een ram terug. Ja, ja. Van mij ook. Je moet maar echt niet pijnigen of zo, hoor. Doe maar gewoon lief en zacht en gewoon maar niet, doe even rustig. In een wilde bui heeft papa dat ook ooit een keertje bij mij gedaan. Dat was jaren geleden, gaf die tik op mijn kont. Ik zei, nou, wat doe jij nou? Met een varken? We hebben ook heel erg gelachen ook. Want dan ben je in een mood dat je denkt, oh ja, het is dat is leuk. En dan krijg ik een tik. Rot op met je tik. Nee. Ik ben dan gelijk helemaal uit mijn moedje. Uit mijn moe. Rot op. Nee, mij moet je ook echt niet slaan, hoor. Zie het ervoor je, hè? Ik ben geen onbehouden kut die maar gewoon als een productje kan behandelen. Productje kan behandelen? Ga weg. Nee, ga weg. Nee, ik ben daar ook niet zo heel erg van eigenlijk. Nee. Ja, ja, maar ze heeft het op vele fronten. Ik zou zeggen, laat je nakijken. Oh. Nee, maar ook als je filmpjes kijkt, als mensen vallen. Nou, als mensen echt onhandig vallen, dan daar krijg ik de rilling van. Ik zei toevallig gisteren tegen Leven. Ik zag een filmpje voorbij komen van kickboksen. En die man die ging met zijn scheen dus een schop geven tegen die zijkant van de ander. En toen brak zijn onderbeen. En dat voetje, dat ging... Oh, nee, nee, nee. Ik kan daar niet tegen. Of als kinderen vallen of...
Nee. Dat soort filmpjes hoef je ook niet naar mij door te sturen, want die vind ik helemaal niet leuk. Nee, ik ook niet. Ik heb hem nu wel een keertje nog een keer gekeken en dacht van, wat gebeurt er nou precies ongeveer? En toen zag ik het, nee, daar ben ik niet van gediend. Nee, en als iemand heel hard valt met zijn hoofd of ergens op, denk ik, dat vind ik naar. Maar ik weet dat er mensen die vinden dat hartstikke leuk om naar te kijken. Maar, maar dat begrijp ik niet. Nou ja, nee, ik eigenlijk ook niet. Want je vindt het toch niet leuk als de mensen pijn hebben? Ruby is wel een beetje... Ja, inderdaad. Ruby is een beetje sadistisch. Die gaat dat er echt de grens. Maar ik ben het wel bij Twiggy. En wij ook Ja, met Twiggy hebben wij wel. Dat we denken, dan moet ik hem even... Moet gewoon helemaal knijpen. Dat is gewoon het liefde. Yeah. Of gewoon Killing with kindness. Killing with kindness, inderdaad. Dat heb ik dan wel. Ja, dat heb ik ook. Maar er is gewoon heel veel liefde wat erachter zit. Ja. Maar misschien heeft zij dat ook wel. Maar is het zij? Weet ik veel. We gaan ervan uit dat het zij is, maar het is niet oké. Okay, het kan ook een man zijn. Ja, het kan. Ja. Ja? Maar dat dan is nog erger. Man, vrouwen pijn. Ja, man, dan willen die tikken uitdelen. Denken, ja, daar gaan we. Hartstikke idee. Hoppakee, bam. Dat willen mannen. Ja. Oh nee, dat is zo niet mijn wereldje. Oh, maar zie jij jezelf al liggen in zo'n SM-kamer en dan dat je helemaal verleid wordt door zo'n gast en die jou helemaal met handboeien en weet ik veel, zweepjes en allemaal zijn apparatuur wat hij daarvoor heeft. Tepelklemmen, alles. Oh, en zo'n buttplug. Oh my god, nee, hou op met mij. Ja, ja nee, ik weet hoor. Dat er mensen zijn en ik heb ook wel eens collega's gehad die hebben er ook eerlijk over verteld en ik... Ja. Oké, okay, maar kijk, als iemand mij zoiets gaat vertellen, dan schrik je. Dan zeg ik gewoon, weet je... Je mag er zijn. Dit verhaal, hou dat maar voor jezelf en andere mensen. Ja? Ik hoef het niet te weten. Nee? Nee. Vind je dat niet interessant om Nee. te horen? Ik schrik er altijd een beetje Ja, van, ik vind dat... Dan krijg ik al helemaal zo'n... Dan zie ik dat voor me bij die persoon en dan krijg ik... Nee, dat wil ik niet. Ja, dat is het natuurlijk. Maar überhaupt, als je gaat voorstellen dat iemand... De liefde bedrijft. Of wat dan ook. Dat is gek. Ja, soms moet je daar gewoon niet over nadenken. Dat vind je van ons toch ook gek? Als je het gaat voorstellen. Niet? Nee. Dat vinden de meeste kinderen gek van hun ouders, hè? Klopt. Jij niet? Nee. Dat vind ik gek. Ik weet nog heel goed. Dat was natuurlijk toen ik klein was. Ik was altijd bang in het donker. En dan ging ik altijd aan het voeteneind van mijn ouders liggen. Maar mijn ouders hadden dat op een gegeven moment niet altijd maar meer door. En op een gegeven moment waren zij het dus aan het doen. Maar ik was natuurlijk heel klein. Ik begreep helemaal niet. Ze waren heel wild. Ik zei, wat zijn jullie allemaal doen? Toen zei mijn vader, die komt echt uit Zandvoort. We zijn aan het wippen. En ik dacht, hoe kan je nou wippen in bed? Dat is toch geen wip? Ik vond dat heel raar. God. Ik was een kind. Ik snapte dat niet. Snap ik. En ik, wat zijn ze toch drukkig? En ik vond het maar raar. En ik moest wel naar mijn eigen bed uiteindelijk. Ja, ze waren drukkig aan het bewegen. Dit vind ik gek. Hier is iets niet pluis. Nee, maar kijk, ik hoef jullie niet te horen. Ruby heeft ons één keer betrapt, hè? Ja. Mama Supreme. Kwam zij binnen. Op het moment, op het heetste moment, kwam zij binnen. Wat kut. Ja. Dat is heel naar. Ja. En wat deed je toen? Ik ging in hetzelfde ritme. Oh, mijn elleboog. Oh, mijn elleboog ging toen. En toen dacht ik, oh, hoe ga ik dit en op? En kwam je op dat arme moment? Kind. Ja, allebei. Oh. En een bepaald standje dat je denkt van... nou, dat hoeven je kinderen op zich niet te zien, hè? Nee. Maar zij kwam boven omdat ze niet lekker was geworden. Ach, goesje. Ja. En het kind denkt ook van... Mama. Nou, maar toen zei ik... Ik ging naar beneden. Ik ging haar natuurlijk helpen in de badkamer. Van, nou, gaat het, liefje? Lalala. Ik zeg, oh, ik heb een beetje pijn in mijn elleboog, hoor. Ik zeg, ik weet ook niet wat er gebeurde. Ik had een raar gedroomd. En ik lag aan papa's kantje. Want ik lig natuurlijk altijd aan de andere kant. Dus ze wisten altijd dat ze naar de andere kant moest lopen. En ik lag aan papa's kantje. Bij allebei eigenlijk. Ja, dus hoe ga je dat rechtbreien? Ja, dus ik had echt zoiets van, oh my god. Hoe ga ik dit tegen dat kind zeggen? Dus ik had zoiets van, nou, ik ga het gewoon gooien. Dat ik gewoon een gekke droom had. En ik lag aan papa's kantje. En ik had pijn in mijn elleboog. Ik stootte kon je dat haar wijs maken? Op dat moment dacht ik van, nou, dat ging eigenlijk best goed. Maar... En toen de volgende dag zaten wij in de auto. En toen keek ze me aan. Ik denk, ach. En ik dacht van, nou, weet ik van waarheen gingen. En toen zei ze, mama, ik zeg, ja. Zal ik jou eens nadoen hoe je gisteren deed? Oh. Ik zeg, nee, dat hoeft niet per se. Nee hoor. Ja, maar je deed echt heel raar, mama. En toen ging ze me dus wel nadoen. Ach, wat weet dat doet je zij hoe erg? Ja, dat is dat. Hoe oud was ze toen? Dat weet ik niet meer. Ze was wel jong. Ze was volgens mij nog onder de 10.
Echt. Ja, dat was zo vreselijk. Dat was zo erg. Eén keer en nooit meer. Toen hebben we ook echt tegen haar gezegd. En ook tegen jou. En Leven was toen nog veel te klein. Als de deur dicht zit. Als de deur dicht zit, mag je die niet openmaken. Want dan hebben papa en mama het gezellig samen. En dan willen we niet gestoord worden. En doe, prima, deed nee, sindsdien weten wij gewoon echt. Deur dicht, niet kloppen, nee. Niet binnenkomen. Nee, there's very much business there. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Heel drukkig. Heel druk. Very busy. Nee, maar dat is echt kut hoor. Ja. Als je wordt als betrapt. Je maar stel voor, jij ligt daar bovenste seksen. Wat een naar woord. Waarom? Seksen. Nou, wat moet je dan zeggen? De liefde bedrijven. Ja. Ja. Rot erop. Maar, oh, neuken. Nee. Maar. Holy shit. Doe even kalm, hè? Ja, je bent wel mama nog, hè? Ja, ik ben steeds mama. Ja. Ja. Hartepraat. Zo gezellig. Sweet. Maar stel voor, jij bent daar bezig boven met je partner. En ik kom daar even binnen wandelen. Ja, dat is naar. Ja! Ja, dan denk je van, je kan toch wel bedenken dat ik hier nog gewoon boven gewoon met iemand bezig ben als die deur dicht zit. Rot op. Ja, jouw deur is altijd dicht, dus ik weet niet of jij het aan het doen bent. Gewoon nooit binnenkomen als ik met iemand ben. Nee, en, maar nu ben ik ook niet met niemand, dus... Met niemand? Je bent met niemand. Of ik ben met mezelf. Met niemand iemand. Ja, precies dat. Ja? Ik ben gewoon lekker gezellig met mezelf. Lekker met... Oh, dan doe je het lekker gezellig met jezelf. Ja? Nou, ik moest zeggen, ja. Oh. Nou, op Bali, dan ben je de hele tijd met je zus, zeg maar. Hè? Ja, ik weet elke dag in hetzelfde bed. Ja. Dus, dan weet je niet warm of koud van. Was gezellig, maar... Ja, 5 weken ligt het echt wel stil, zeg maar. Hè? Ja, dus, de hele boel daar beneden. Dus toen ik terugkwam, de dag dat ik eigenlijk echt in mijn jetlag zat en dat ik eigenlijk echt kapot was, dacht en ik jij van... test of dat ook een jetlag had daar beneden? Ja, ik moest even kijken, ik moest even checken, hè? Checken, Jack. Ja, even checken, Jack. Dus ik dacht gewoon van even let's go en hoe moe ik ook ben, maar dan gewoon even go. En dan toen ging ik slapen. Ja, dat was mijn verhaal. Dat was je verhaal. Mm-hmm. Oh, denk, er komt heel wat aan. Maar en, was het fijn? Na 5 weken? Ja, dan is het wel echt 10 keer intenser, oh, hoor. Als dat even 5 weken stil... Ja. Mm-hmm. En doe je dat dan gewoon met je hand of doe je dat met een satisfier? Vraag 1. Oké. Hebben jullie wel eens sadistische neigingen gehad? Heb je wel eens sadistische neigingen gehad? Nou, niet op een vervelende manier, maar wel gewoon met heel veel liefde. Dat ik iemand gewoon eigenlijk ook fijn knijp, omdat ik iemand zo lief vind. Maar heb je wel gewoon gedacht dat je iemand gewoon... Ach, nee, oh, gewoon... nee, dat heb ik niet. Ja, ik hoorde laatst iemand dat ook zeggen in een podcast, dat die gedachte heeft. Dat vindt hij helemaal niet leuk dat hij dat heeft, maar dat gebeurt dan wel in zijn hoofd. En ik hoorde dat Ruby en Leven ook zeggen. Ja, maar Ruby... Dat vond ik na hoor. Want ik heb dat ook niet. Nee. En Ruby en ik staan dan soms samen onder de douche. In Bali was dat. En dan zegt ze van... Oh, ik zou jullie zo gewoon met je kop en je op die stoeprand zo willen. Nou, ik zeg, nou, ja, doe eens normaal, sadist. Zeg ik dan. Maar waarom heeft ze ja, dat? Of zij gewoon... Ik wil gewoon nu die kop tegen die glasplaat aan. Die is zo bam. Oh. En dan denk ik van, nou, dat vind ik niet leuk hoor. Waarom denk jij dit? Rot op. Ja, maar wat is dat dan ook? Is omdat je lief vindt? Ja, dat of... denk ik. Dan is ze even blij of zo. Ja. En dan heeft ze even zo'n vreugdegevoel. Dus... En dan denkt ze eigenlijk gewoon, ik wil jou gewoon even helemaal kapot maken. Vermorselen. Gewoon... Ja. Ja, ik heb het dus wel op dat gebied dat ik iemand heel lief vind. Dat ik denk, ja, maar gewoon met knijpen, ja. Yeah. Maar niet dat ik, als ik zo voor jou zit, dat ik denk... Oh, ik zou deze microfoon helemaal in je huig willen duwen. Nee, dat heb ik niet. Ja, dat wil ik nu ook. Okay. Die gedachten komen niet in mij op. Nou, ja, maar je roept het nu ja, wel, oké, okay, omdat ik een voorbeeld... Dan? Ja, maar dat is niet spontaan niet dat lang ik denk... over na te denken, zeg maar, een nee. soort... Nou, ik weet het nog net niet. Misschien heb je het stukje nog niet ontdekt. Nee, jezelf. Ik heb dit echt niet hoor. Nee, ik heb het ook niet. Niet op een vervelende manier. Nee. Ook niet dat ik geniet een ander pijn. Weet nee. je wat ik wel heb? Nou. Ja? Als ik zelf pijn heb of als ik val, dan lig ik helemaal in de deuk. Ja, gaat zij een keer over die trambaan rollen met de bek, dan wil ze rennen, wil ze op tijd die tram halen. Gaat ze toch met een partijtje op de plaat... Maakt ze nog een hele judo-rol. Helemaal pijn aan de hand. Wij helemaal... Oh, mama. Helemaal gestopt. Mama, gaat het? Oh. Nog net niet janken. Ja, nou echt hoor. Want als mama valt... Nee, dat is niet goed hoor. Laatst ook viel ze bijna op de bakkes met wandelen. Mama, niet doen. Gisteravond.
stroke-papa bijna op zijn plaat. We gingen naar zo'n, we gingen wandelen gisteren en het wat had geregend. En dan gaan we altijd naar het Klompenpad. En het Klompenpad, dat is dan, ja, het klinkt een beetje stommig, maar het is echt een leuk pad. En die moeten we dan ook echt nemen om de weg weer terug te nemen. Maar dan is het daar heel, heel modderig eigenlijk. Ja. Maar Etten die liep achter ons en ineens hoorden we een geluidje. Wat was het eigenlijk nou uiteindelijk voor geluid? Ja, volgens mij vogels die uit een boom vlogen. Oh ja, vogels die gaan dan ineens fladderen. Ook zo stom. Ja, dat is logisch. Vogels vliegen, dat weet ik ook wel. Maar dat gaat dan in, dat zijn duiven. Die gaan dan heel wild fladderen en dan heb je al die bladeren, hoor je dat. Komt er een einde aan dit verhaal? Jazeker. Geduldig. En dan liepen, Kia liep voorop, ik liep erachter en Edwin daarachter, of andersom, maakt niet uit. Maar Edwin liep in ieder geval achteraan. En ineens horen we dat geluid. En Kia zegt, papa! Want jij dacht echt, die gaat op zijn plaat. In de modder. We zagen hem helemaal liggen met zijn beige joggingbroek. Helemaal onder de modder, maar dat was niet. Het waren gewoon die vogels. Het waren die vogels. Maar we hebben het wel gevisualiseerd dat het zo was. Nou, we kwamen niet meer bij van het lachen. Dat is wel grappig. Maar ik was nog met mijn verhaal bezig. Jij was met je verhaal bezig. Wij dus helemaal in rep en roer dat mama was gevallen op die trambaan. En zij wel zo van, oh, mijn hand, mijn polsen, dit en dat. En op een gegeven moment zitten wij in die trein, gaat ze me toch een partijtje stuk. Ja, dan zie ik dat gewoon weer helemaal gebeuren. Dat ik op mijn plaat ga, die bijna drie jankende kinderen. Een man die zegt, wat doe je nou? En dan zie ik het gewoon weer helemaal gebeuren. En ik zie al die mensen kijken die in de tram zitten van, wat gebeurt daar met dit, met deze familie? En dan heb ik mijn handpijn, die heb ik dan echt helemaal zo. Ja, nou, draag mij maar weg, want dan ga ik echt kapot. Dat vind ik zo grappig. Ja. En ik vind het niet leuk dat ik pijn heb, maar ik vind het, dan zie ik het gewoon weer voor me. Ja. Maar ik geniet er niet van als anderen pijn hebben. Nee, ik ook niet. Wat heb je wel eens gehad met een vriendin, dat die dan valt of iets, dat je denkt, oh nee, maar dan is het wel erg. Kijk, als het er dan grappig uitziet, dat je dan gaat lachen, maar als je merkt van, oh, die heeft pijn, dan stop denk je, toch? Oh nee. Ja. Nee, dit is niet goed. Nee, maar dit is niet oké. Okay. Nee. Moet jou heppelen. Ja. Nee, dat dan wel. Ik heb het niet op een vervelende manier. Maar er zijn mensen die vinden, die genieten daarvan. Ja, maar heb je ook wel eens gedachten gehad van iets van sadisme of zo? Nee, wat ik wel eens heb gehad, is dan in de auto rij. En denk ik van, ik zou nu gewoon met 100 die rotonde willen overgaan. Of ik ga nu tegen die auto voor me, ga ik botsen gewoon heel hard. Bam! Alsof je in een botse auto zit. Dat wel. Ja. Maar niet qua mensen of zo. Nou, als ik echt chagrijnig ben en mensen lopen mij echt in de weg, dan denk ik echt, oh, tieven man. Maar dat zou ik nooit doen. Maar dan denk ik gewoon, ik dan vind ik ze zo, je weet nooit vind ik ze zo is. Vervelend. En dan, maar dat is echt als ik echt gewoon chagrijnig ben. En als ik in jouw buurt ben, heb je dat dan ook? Nooit. Hoe maar dan? Jij bent gewoon echt, ik zie jou echt als zo'n zacht wolkje. Ik heb een wolkje. Fijne aura. Een zacht wolkje, ja. Zeg maar wolk. Nee, een zacht wolkje. Oh, wat schattig. Gewoon, ik ben een zacht wolkje. Ja. Ja, maar dan denk ik, jij bent echt gewoon een toet. Ik ben en een toet. Jou mag echt niks gebeuren. Nee. Want dan ben ik in rep en roer. Ja. 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 Nee, er mag niets met het wolkje gebeuren. Nee. Er mag geen bliksem in. Ik bescherm het wolkje. Ja. Ja. Geen andere wolkjes moeten botsen tegen dit wolkje. Ach, nou, dat vind ik wel echt heel lief eigenlijk. Ja, dat is ook echt lief bedoeld, hoor. Ja, nee, maar dat vat ik ook echt meteen zo op. Ik zie het ook aan je. Nee, ja, nee, ik herken het niet. Niet in de seks, niet op andere vlakken. En ik heb die neiging ook verder niet. Nee, ik ook niet echt. Sorry, anoniempje. Wij kunnen niet in jou verplaatsen dat wij denken van, oh, ik snap het wel waar het vandaan komt. Nee. Dat hebben we niet echt. Nee. Misschien had je het gehoopt. Je denkt, ik heb lotgenoten, maar nee. Nee. Volgende vraag. Ja. Welke film of tv-serie heeft een interessante of grappige weergave van sadisme? Ja, daar weet ik er gelijk eentje op te noemen. Ik ook. Ik denk dat we hetzelfde hebben. Zullen we het allemaal tegelijk zeggen? Oké. Okay. 1, 2, 3. Fifty Shades of Grey. Ja, maar dan vind ik het echt wel leuk om te zien. Maar weet je wat ik zo mooi vind aan die film? Dus eigenlijk niet dat stukje, niet dat SM-stukje. Mm-hmm. Of dat erotie, hoe je het ook wil noemen. Maar meer dat stukje, de psychologie erachter. Ja, dat vind ik ook heel vet. Dat hij echt al zo is. En dat zij zijn hele denkwijze, gevoel, emotie kan omturnen. Want ja, terwijl zij heel erg best wel ingetogen is, maar uiteindelijk gewoon door hoe zij het samen durft. Tijd samen doorbrengen, het wel gewoon allemaal durft. En wel echt op een gegeven moment haar eigen grenzen wel durft te stellen. Want er ging haar echt iets te ver. Ja. Maar deze film kan ik echt gewoon die kan ik kijken. Ja, die kan ik echt keer op keer kijken. Ja. En waarom? Gewoon ook omdat je denkt, oh, die man is dan zo,
Het is zo'n apart leven wat hij leidt. En dan, dan valt hij voor zo'n schattige vrouw. Ja. Het en dan is moet hij liefelijk. Zijn waar hij dus mee kampt eigenlijk, hè, vanuit vroeger, dat verwerkt hij dus eigenlijk in de seks. En dat doen ze dan samen. Ja, ik vind het. Je moet hem echt kijken. Dan weet je waar wij het over hebben. En dan ben ik benieuwd of jullie dat ook zo op die manier ervaren. Maar daar denk ik gelijk aan die film. Ja, en er zijn meerdere delen. Welke vind je dan het vetst? Ik vind ze allemaal leuk. Ja, ze zijn allemaal leuk. Maar ik vind één wel echt gewoon het leukst. Ja. Maar die andere twee zijn ook leuk, want dan gebeurt er nog meer. En uiteindelijk is hij helemaal om. Ja. Dat vind ik juist het leuke eraan. Eigenlijk moet er gewoon zo'n hele serie van zoiets zijn. Ja, of er moet gewoon iets nieuws komen op dat gebied. Ja. Heb jij echt een film wat echt gewoon heel romantisch is en waar de seks gewoon heel mooi gefilmd wordt, waar je echt van denkt van, hier word ik wel een beetje gewoon opgewonden van of zo. Ja, hoe heet die serie nou? Sex Life. Ja. Ik wist het. Ja, hè? Ja. Ja. Met die heb ik het ook wel. Dat snap ik wel. Ja. Ja, dat is ook mooi gefilmd inderdaad. Ja. Maar dat wil Anoniempje allemaal niet weten, hè? Die wil eigenlijk gewoon horen van dat wij het ook hebben en dat ze niet apartig is. Ja, maar toch vind ik het apartig. Ja. Ja. Mensen bestaan, je ziet het. Wat doen we eraan? Maar wij met onze hartepaten podcast gaan we daar geen verandering in aan. Ja, mensen vinden ons ook apart. Ja, dat weet ik ook wel. Dat wij zo open zijn als moeder en dochter zijn. Ja, dat vinden mensen ook apart. Dat snap ik en ook mensen wel. Mensen kunnen apart doen. Maar wij kijken ook Lang Leef de Liefde. En daar zijn mensen ook apart. Ja, best wel. Er zijn echt heel veel momenten dat je het zo awkward is. Dat je denkt, hoe kan dit zo zijn? Ja, hoe laat je dat zo gebeuren? Ik snap best dat je soms even niet weet wat je moet zeggen. Maar in het begin, als je elkaar nog moet leren kennen, dan heb je toch van alles tegen elkaar dan te vertellen. Of je klapt zo erg dicht, of je denkt iemand van, oh, maar jou vind ik echt niet leuk. Hier kan ik gewoon geen moeite voor doen. Dat is het dan misschien. Of gewoon echt, dan willen ze wel, maar niemand durft de eerste stap te zetten. Ja, gewoon error. En tot elkaar komen. Ja. Ja, hebben ze error allebei. En ze van, ja. Ja. Zitten we dan? Zitten we dan, hè? 24 uur. Ja. Ja. Wat zullen we eten vanavond? Ja, en ik ga zo'n boodschappenlijstje maken. En ik, je hebt toch, ik weet niet wat te vragen. Ook al vind je diegene wel of niet leuk. Wat doe je voor werk? Wat zijn je hobby's? Ja, en dan een beetje doorvragen. Ja, heb je broers en zussen? Ik noem maar wat. Bij mij zouden er 1000 vragen in me opkomen. Ja, ik zou echt geen stiltes laten vallen. No way. Ook niet. Nee. Ik zou misschien juist soms te veel praten dan. Ja, ik blijf denk ik maar lullen. Dat diegene denkt, jezus. Hou maar gewoon moet ik daar 24 uur mee door. Ik word moe van jou. Wat een kwebbel. Kan ik nog terug? Nee. Dus zou je dat ooit doen in zo'n huis? Nee. Ik heb mijn liefde van mijn leven. Nee, maar als je dat niet zou hebben, zou je dan op zo'n manier doen? Nou kijk, je ziet natuurlijk ook vrouwen waarvan of ze zijn gescheiden of partner of mannen. Of de partner is overleden. Maar dan zou ik het nog niet doen, denk ik. Nee. Nee hoor, ik heb wel kinderen die ervoor gaan zorgen dat mama op plekken komt waar ik gezien word en waar ze gaan koppelen. Ja doe je naar dit? Ja, dat dacht ik wel. Ja, kom maar. Dus ik hoef helemaal niet aan zo'n programma mee te doen. Nee. Ten eerste wil ik het ook niet. Maar buiten dat inderdaad, ik zou mezelf daar niet vertonen. Kijk, het is super mooi. Er komen echt gewoon. Maar dat vind ik wel heel toet. Ja, er komen ook mensen in de 70 of 80. En denk maar ik vind het ook echt leuk dan om te zien dat ze dan verliefd worden. Maar ik zie mezelf gewoon dat echt niet doen. Ik denk dan altijd van, nou, dan ga je bijna dood. Maar er zijn mensen die zeggen, nee, maar ik wil gewoon nog een vriendin. Ja. Dus kom je heerlijk wat jonger ben. En dat beeld heb je dan. Maar als ik zelf 80 ben, denk je er misschien heel anders kom maar over. Maar op hoor. Ja, precies. Kijk naar oma. Oma is ook zo kriek als ik weet niet wat. Daarom. Die kan ook nog lekker lopen. Ja, doet hoor. Van alles. Kookt. Ja. Daarom. Maar nee, ik ruik rookworst. Ruik je dat ook? Ze ruikt rookworst. Nee. Nou, ik ben het niet in ieder geval. Dit ruikt echt nog hartstikke fris hoor. Mm-hmm. Ja, nou ik ben er blij mee, want ik zit naast je. Kun je me helpen scheren vanavond? Oké, dat moest ook even door. Vraag 3. Als je een fictief scenario kon bedenken voor een sadistische scène, wat zou er dan gebeuren en waarom zou het hilarisch zijn? Nou, mam, vertel ons. Hallo, mam. Ik ben daar helemaal niet zo goed in, want ik ben helemaal niet op dat level. Mijn god, zeg. Ja. Dan moet je dus iets gaan bedenken dat je iemand helemaal gaat zitten pijnigen. Maar ik lig al in een deuk bij het idee, even serieus. Ja, maar op jouw manier dan? Hoe zou je een soort van... Oh, ik ben daar heel slecht, want ik ben... Oh. Ga maar liggen, liefie, hartseflats. Nee. Wil je nog een pens? Hier, ik kan hem krijgen, bam.
Oké, maar dit gaat inderdaad wel echt een gekke kant op. Ja, maar wat moet ik dan bedenken? Ik ga je vermoorden. Ik ga je lekker killen. Ja, zou je, iemand bij je zo stoel grijpen? Nee, ook dat. Ik heb dat niet. Nee. Ik ben heel lief en zacht. En tijdens de seks dan ook. Ja, ook gewoon. Maar ook gewoon tijdens de seks. Gewoon, dat moet allemaal heel liefelijk gaan. En respectvol en zacht. En ja, dat heb ik. Ik ben dat niet zo ruiger. Nee, ik heb dat ook niet. Nee, maar je hoort wel eens van... Nou, dan gaan ze bij de keel pakken. En dan ratten. En dan pompen ze. En dan gaan ze. En dan worden ze... En dan net nog even dat je tegen het rode aanloopt. Nou, sorry nee, hoor. Maar dan denk ik dat ik vermoord word. Dan denk ik van, dan ben ik alleen maar bezig met... Ja, ik raak dan in stress van... Ja, ik kan nog... mag ik nog ademen? Ja, ik ga gelukkig weer. Nee, dat is niks voor mij. Ik kan ook geen scenario bedenken. Ik kan dus ook niks bedenken, want dat zit niet in mij. Nee. Dus ga mij dat ook niet vragen. Nee, inderdaad, mij ook niet. Nee. Ik was op een festival laatst. En toen kwam ik in een gesprek met een meid. En ze was super stoer en was echt super knap eigenlijk ook. En nou, het was eigenlijk gewoon hartstikke gezellig. En toen, ja, dan hebben we het erover van, nou, hoe ben jij erachter gekomen? En op een gegeven moment pakte ze gekomen? Dat je ook op vrouwen kan vallen. Oh, ja. En op een gegeven moment pakte ze ook mijn handen, deden we die tegen elkaar. En toen zei ze, Jezus, wat heb jij grote handen? Ik zeg, ja, nou, dat klopt. En toen zei ze wel van, nou, je hebt wel mooie handen. Nou, gewoon, was gewoon een beetje gesprek. Zo was gewoon leuk, maar op een gegeven moment toen ging ze ook een beetje vertellen wat zij dan een beetje doet ook met seks. Ze zei ook toch iets over je handen? Oh ja, daar kan je veel dingen mee. Ik zeg ja, dat klopt. Prima. Maar ja, op een gegeven moment ging zij dus een beetje vertellen over haar ervaringen. Ze was trouwens al 30 of zo. En toen zei ze van, ja, ik en mijn neef, die delen soms ook vrouwen. Neef. En ja. Neef. Ja. Dat is familie, hè? Met, neef. Met een slangentong. En hij had echt een slangentong. Oh. En hij wilde mijn vinger in zijn slangentong doen. Ik zeg, no. Dat, niet dat wil ik niet, dat durf ik niet. Nee, maar doe maar niet. Waarom wil hij dat? Ja, weet ik niet. Oh. Weet ik niet. Mama? Maar, ik weet het niet. Ik stond daar, hè? Met mijn vinger bijna in die slangentong. Oh my god. Maar dat vind ik eng. Ja, maar hij was wel heel lief hoor. Maar hij was wel apartig. Maar geef niet. Dat lijkt mij ook als je een slangentong hebt, hè? Ja. Maar toen zei ze ook dat ze echt wel een beetje van dat kinky dingen houdt. En dat ze in zo'n soort secte zit of zo. En toen dacht ik van, ik ben niet weg. Ik ga even een deurtje ik verder. Ik ga naar het volgende podium. Ik zie je zo. Later. Ja. Ja, nee, maar ja, dat gebeurt wel. Mensen hebben verzinnen de gekste dingen. Ja, en allemaal prima hoor, maar... Iedereen moet het voor zichzelf weten. Ik ren weg. Tuurlijk. Ja. Ik ook. Ja. Ik ben echt een dooie. Nee, ik ben geen dooie muts. Ik ben ook niet een zeester. Niet een reus. Nee, absoluut niet verder van dat. Maar je houdt meer gewoon van het lieve. Ja. Echt de liefde bedrijven. Ja, dat. Ja. Ja, ik ben gewoon eigenlijk... Ja, dan kan ik zeggen, er zit heel veel gevoel bij. Er zit heel veel gevoel bij. Ja, maar bij die mensen ook. Die hebben er ook gevoel bij. Maar die zien het op... Parenclubs heb je ook. Mm-hmm. Dan ga je gewoon met je partner naar een parenclub. Nou, hartstikke idee. Ja, hartstikke flat. We gaan eventjes ergens anders even kijken hoe het daar is. Hè? Ja. Nee, en dat... dan zie je je partner. Nou, geloof me. Dat wil je toch niet? Nee. Tenminste, ik zou dat echt niet willen. Nee, ik richt me wel op andere dingen. Ja, ik ook. Op een munt, hé. Ja, proost, hè? Mm-hmm. Heerlijk. Cheersy! Wij zijn gewoon lekker ja, rustig aan. Doe maar een beetje gekke typetjes na. Ja, als je dat wil zien, dan moet je ons volgen op Instagram. Ja, en als je ook een hartig gedoe hebt, dan kun je die ook insturen via onze Instagram. Want dat is wel heel leuk, want dan kunnen wij dat gewoon lekker... Hartepraat.podcast. Goed zo, mama. Ja, ik leer het wel. Soms heb je er moeite mee, hè? Ja. Dus ik gewoon in mijn periode. Mm. Heb ik wel meer moeite met dingen. Geef dat lekker de schuld. Ja, tuurlijk. Was dit de aflevering? Dit was de aflevering. Nou, mooi. Kunnen wij anoniempje nog een tip geven of iets meegeven? Gaan therapie? Nee, ook niet, hè? Nou, ik vind het niet fijn als mensen pijn krijgen, dus... Nee. Ja, je bent bij ons echt bij het verkeerde adres. Ja. Ik zou je mindset bijstellen of zo. Of jezelf erop trainen dat je dat niet meer, dat je daar niet aan op gaat. Of iemand vinden die hetzelfde heeft. Nou, ga maar lekker los met z'n tweeën. Maar ja, dat dan moet ook. Je wel iemand hebben die dat ook heeft. Ja. Ja. Dan kan je los. Maar niet bij ons. Nee. Bye bye. Tot de volgende aflevering. Doei. Doei.